tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we, het klinkt misschien heel stom, kikkervisjes, les kleine kikkertjes vangen met ons handen. Ja, kijk, ik heb er al één. Hij springt niet eens weg. Nee, maar we zijn hier op de wildhoef op de camping. En ik ga er even proberen eentje te vangen. Ik zie er hier al eentje. En ik heb hem. En dan gaan we jullie laten zien dat het eigenlijk best... Dan gaan we jullie laten zien dat het eigenlijk best leuk is om dit te doen. Normaal vissen is natuurlijk toch wel een tikje leuker. Toch wel? Ja, dat wel, maar... Hé, hey, dit is ook leuk. Gelijk. Lekker. Film even. Twee tegelijk, mensen. Maar het is best wel cool om te zien hoe snel die beestjes eigenlijk groot worden. Ja. En kijk, hier... Het lijkt op een simpel takje, maar er zit een beestje in. En als ik hem op de grond leg, misschien kan je dat filmen, dan gaat hij ineens lopen. En dat is heel gek, maar ik kan het beestje, ik ga het beestje er niet uithalen. Ik zie een paar kikkervisjes. Ja, wat? Dit kikkertje lijkt heel veel op. Dit is een kikkertje met een staartje. Dat lijkt gewoon op een salamandertje. Die moet ik hebben. Hij heeft nog geen longetjes. Anders zou hij anders dan draaien. Ja, ik heb een kikkertje. Deze is al best wel groot. Even kijken, ik moet even scherp stellen. Oh, hij is weer weg. We proberen een echt kikkervisje te vangen. Een kikkervisje. Ik had er bijna eentje. Het wordt gelijk heel stoffig. Alleen deze heeft nog geen longetjes, want hij zinkt. Oh. Laat hem eens zien. Sorry voor het geschreeuw. Jongens, ik heb een klein kikkervisje. Zoals jullie zien. Ik ga hem weer terugzetten. Nou mensen, dit is het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een hele korte video. Misschien een beetje een korte video, ja. Ik sprong net de kikkers van mijn hand af. Die gaat mezelf alweer terug het water in. Dus dan zien we jullie bij de volgende video. Later.